Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP heeft woensdag de Yantako Tegucinclo prijs gewonnen. Dit is een prijs voor baanbrekende prestaties in de zorg met de nodige verbeeldingskracht, lef en nieuwsgierigheid. Het AZP werd tot winnaar gekozen dankzij het convalescent plasmaonderzoek van cardioloog-anesthesioloog Rosita Bihari Singh en haar team. Het bekendmaken van de prijs gebeurde tijdens het Data Driven Healthcare Congress in Utrecht, Nederland. UNICEF zal het ministerie van NH ondersteunen bij de uitvoering van haar water, sanitation en hygiene wash projecten in het binnenland. Dit is woensdag besproken tijdens een meeting tussen de UNICEF-vertegenwoordiger voor Guyana en Suriname, Nicolas Spron, en minister David Abiyamofo. Volgens Spron geniet WASH hoge prioriteit op de nieuwe agenda van het UNICEF. In dit kader zal met het oog op rampenbeheer gebruik worden gemaakt van de water, sanitation en hygiene bottleneck analysis tool. Middels dit hulpmiddel moet de situatie op het vlak van water en sanitatie in kaart worden gebracht, waarna hiaten gefaseerd zullen worden weggewerkt. President Santokki is voorstander van een intensieve samenwerking met Argentinië. Diplomatie is en blijft een primair instrument om bruggen tussen naties te bouwen. Aldus het staatshoofd gisteren bij de 213e herdenking van de Meirevolutie. Deze Argentijnse nationale feestdag, die herinnert aan het begin van de Argentijnse revolutie voor onafhankelijkheid, werd door de ambassade ook in ons land gememoreerd. President Santokki merkte op dat de betrekkingen tussen Suriname en de bevriende natie gebaseerd zijn op wederzijds respect.